Meer dan 10 jaar na de cultklassieke Dragon's Dogma is het tijd voor deeltje 2. En wij hebben ons een week lang ondergedompeld in het slayen van monsters. Het RPG'en door deze wereld, of niet. Daar gaan we het nu over hebben, Jillekens. Ik heb me alleen maar ondergedompeld in het nachtleven van deze game. Dat vind ik echt onzin. Dus overigens, voor iedereen die kijkt, we hebben een premium review net opgenomen van ruim 50 minuten, waar Jelle 50 minuten lang heeft over het gebrek aan daglicht, doordat hij niet weet dat je gewoon heel normaal kan kamperen. Dat weet ik, maar ik heb geen zin. Ik heb geen zin dat mijn game me forceert om de 20 minuten naar een kamp te lopen om daar een cutscene aan te zetten, zodat het weer ochtend is. Anyways, dat is ineens heel erg diep al in wat dan ook. Wat is Dragon's Dogma voor game? Deze game, die zich voordoet als RPG, dat durf ik wel te zeggen, is eigenlijk niet echt een RPG. In de andere review noem ik het eigenlijk ook wel een open wereld variant van Monster Hunter. Je bent een Arisen, verhevene boven de rest van het volk, wat zich uit in het feit dat jij pawns tot jouw command hebt. En die pawns, daar hebben we het straks nog wel even over, die kan jij besturen, dus je gaat met een party van 4 de wereld in. Maar jij als Arisen zou eigenlijk de rechtmatige eigenaar van de troon zijn, maar daar word jij van afgestoten, je wordt outgecast en op die manier... Ja, gaat het verhaal erom dat jij je weg terug ziet te vinden naar de top. Terwijl er een iemand met een valse claim naar de troon op de troon zit op dat moment. Ja, en hoe doe je dat met de gameplay loop beschrijvende? Je doorloopt een lineair verhaal. Wat zich vaak uit in, hey, ga van A naar B en daar kom je een monster tegen en maak die even hartstikke dood. Er zijn ook hier, dit is eigenlijk de eerste grote stad en meteen ook qua performance je grootste drempel voor deze game. Want hier gaat je FPS hard dippen, kan ik je vertellen. Ik weet niet, is dat, nou nee, we hebben allebei niet op console gespeeld, maar bij JJ was die constant rond de 30, dus maar goed, dat is ook weer voor straks. Je komt daar, je krijgt van een zekere meneer krijg je eigenlijk een 6 of 7 taken om te voltooien voordat jij je plek op de troon kan innemen. Blijkt uiteindelijk dat niet gaat gebeuren, want er speelt wel meer op dat moment. Maar die 7 taken zijn eigenlijk dood monsters, help deze persoon, ga daar infiltreren. Ja. En dat is eigenlijk wel een dingetje waar ik meteen op in wil gaan, waarom dit geen RPG is. Ik heb het gevoel alsof deze game een soort van een raamwerk is van bepaalde gameplay elementen. En dat het verhaalteam wat vervolgens daarmee aan de slag is gegaan, heeft gedacht van oké, maar we willen een infiltratiemissie. Maar we hebben geen stealth gameplay. We hebben geen sneak mechanics. We hebben geen soort van lines of sight van bewakers die doorhebben of jij ergens wel of niet bent. Maar fuck it, we doen het gewoon. Ja. Dus wat je dan krijgt is een sneak missie. Waarin ik in het paleis... Ja, meerdere inderdaad. Waar je in het paleis moet infiltreren. En waar blijkt... Oh, of ik nou voor ze langs loop, achter ze langs loop. Het maakt allemaal niet uit, want ze zien me toch niet. Ik kan niet crouchen, dus ik kan niet sneaken. Nou, hier heb ik toevallig... ik ben opgesloten, want dat was onderdeel van de missie. Ik was opgesloten in de gevangenis. Ik doe de deur open met de sleutel die ik al heb. En hij loopt weg. En zelfs die rat loopt van me weg. Niemand die me ziet. Daar is de achterdeur. En we zijn buiten. Nou, als ik de trap op ga. Ja, je hoeft ook niet je fucking dingen uit een kist te halen. Nee, die krijg je terug als je buiten staat. Ja, gewoon random. Ja, ja, oké. Okay. Dus en wetende vanuit het perspectief... Wij spelen een Elder Scrolls game. En dat daar is dat... Ik wil niet zeggen zoveel diepgaander. Maar daar heb je dat wel meer dan dit. En hier hebben ze bepaalde ideeën. En dit is daar een van. Dat gewoon... De gameplay schuurt met het idee wat ze hadden voor dat type missie. En dat is, ja, dat vind ik zonde. Want op die manier is het inderdaad voor mij geen RPG meer. Dialogen doen er niet echt toe. Want je luistert, je hoort aan. En je bent een silent hero, dus je zegt niks. Ja. Jouw pawns die zeggen daarentegen wel wat. Maar dat is meer zo van, hey meester, kom kijken. Ja. Because there is ought to be found here. There is not to be found here. We ought to go there. Ja. Al dat soort shit. Oud-Engels. Oud-Engels. Te pas en te onpas. Voor better or worse, inderdaad. Maar je gaat dus door die wereld. Het is een grote wereld. Ja. Waarin jij heel RPG-puristisch bezig bent in de zin van... Er is geen
er is geen fast travel. Er is wel fast travel, maar dat is eigenlijk een gelimiteerde resource. Nou kwamen wij er vandaag achter, of was het, werd het vandaag bekend, of gisteravond bekend, dat er microtransactions in deze game zitten, waardoor jij die fast travel munten kan kopen. Dat is iets wat niet in de game zat in onze preview build. En dus ook niet in alle reviews die jij verder zal zien. Wordt dat niet aangehaald. Dus check vooral inhoudelijk de review in plaats van dat je alleen kijkt naar het cijfer. Want die cijfers die geven een immens vertekend beeld, kan ik je vertellen. Dat is kwalijk, omdat de ontwikkelaar zelf heel erg hard ging op het feit dat deze game heel puristisch was en geen fast travel. Want als je geen interessante open wereld hebt, dan heb je dat niet nodig. Of dan heb je dat nodig schijnbaar. En als je dat, als je wel een interessante wereld hebt, heb je geen fast travel nodig. Nou, ik had heel graag willen fast travel, kan ik vertellen. Want? Nou ja, ik vind de gameplay loop niet goed, niet leuk. Omdat wat er vet aan is, het is een action game. Het is geen RPG, het is een action game in een grote open wereld met een fantasy setting. Dus het lijkt erop, maar op een RPG. De combat is tof. Ja. Je hebt, weet ik wel, 8 verschillende, nou ja, laat het alsjeblieft gewoon classes noemen. Vocations. Irritante fucking Japanners die altijd vocations, maar een andere aparte term voor iets moeten verzinnen. Of een jobs, andere fucking color, of hoe noem je dat, button scheme of wat. Het zijn gewoon classes. Ja. En die kan je kiezen. Je kan switchen seamless. Je kan vrij ze alle twee. Ook, ja, vrij spelen, nieuwe. Je kan daar hier change inderdaad. En dan ga je even, nou vandaag heb ik zin om een fighter te zijn en wat dan ook. En dan ga je dat levelen. Ja, de eerste meer leveltjes. De eerste 4 die je ziet zijn de standaard classes. De warrior, sorcerer zijn de advanced classes. Volgens mij zit er nog eentje bij. En dan heb je nog de hybrids inderdaad. De magic archer, ja, de trickster, vet, de mystic spearhand die hier nog niet bij staat. En dan allerlaatst krijg je de warfare. En dat is een soort van combi van ja, alles. Ja, magic archer natuurlijk ook. Weet je, dat soort dingen. En dat zijn, het zijn toffe classes. Het is cool hoe dat progressed. Want je krijgt natuurlijk wel XP in deze game. En die, ja, die gebruik je, die levelt gewoon automatisch dingen, ja, als je stamina en je health en wat dan ook. En voor de rest krijg je gewoon, speel je abilities vrij in die vocation waar je op dat moment mee hebt gebeukt. Ja. En die vocations die kan je ook aan je pawns geven. Dus je kan een niet hele, allemaal trouwens. Nee, maar je kan een hele toffe combinatie maken. Je party, want het is gewoon vol aan een party game. Een game met een party. Een monster. Een monster party. Monster Hunter heeft het ook. Ja, precies. Ja, dat. Weet je, daarmee de verschillende, hoe noem je dat? Combinaties maken, ja, dat is tof. Ook qua gear. Ik bedoel, ik heb wel echt wat vette gear setjes gezien. Ja, zeker. Pleur is duur, overigens. Daar waar je echt lang, je moet echt best wel even sparen om sommige arme setjes even goed uit te bouwen en vrij te, ja, spelen. Maar daar valt inderdaad genoeg lol aan te beleven. Nog steeds niet, wat mij betreft, RPG. Nee. RPG light. Het heeft RPG mechanics. Er zit een bepaalde grind in wat het RPG'ig zou maken. Maar je hebt geen attributes zoals strength en stamina. Zo. Die heb je wel, maar die worden automatisch uitgegeven door de game. Nou ja, en wat voor mij roleplaying is, een gedeelte daarvan, is ook dat je eigen pad trekt in de game. Met je eigen, en in principe ben je nu gewoon door de wereld aan het lopen om main quest te doen. Ja. Je hebt wel wat side activities, side quests. Maar het is niet dat je denkt van, oh wacht, wat zal daar zijn? Nee. En dat er dan ineens een quest triggert. Weet je, dat soort dingen. Dat vind ik horen bij een RPG. Ja. En dat heeft dit ook niet. Nou ja, de quests die er zijn, en er zijn niet echt de meest interessante side quests, hoor, maar die triggeren vaak. Op het moment dat je een dorp in komt lopen, komt iemand op je afgerend. Het is niet allemaal van, zoals je kent, van oké, ik ga met iemand praten en dan kom ik ergens achter. Nee, mensen komen ook naar jou toe. Dat vind ik, ja, dat vind ik wel een cool gegeven. Neem niet weg dat inhoudelijk die side missions meestal vrij fetchy zijn. Ik weet niet. Op een gegeven moment heb ik dat ook een beetje losgelaten. En als je het echt gaat behandelen als een Monster Hunter-eske actiegame in een open wereld, waarin die traversal soms wel heel vet is. Hè? Je hebt hier een soort van kabelbaan. Nou ja, dat is soms handig om, zodat je een beetje dat gevecht met die fucking irritante orks een beetje kan ontlopen. Ik heb momenten gehad dat ik van A naar B moest en dat ik echt door een soort van gigantisch dal mijn weg moest zien te vinden, wat heel vet was. En voor mij de ster van de show, de gevechten tegen de grotere beesten, ja, waarbij echt gewoon helemaal als je de melee classes hebt, erop springt en steken. Ja, daar heb ik gewoon zoveel lol mee gehad en heb ik het nog steeds mee dat ik
daardoor ook wel doorgaan met deze game. Ja, maar veel meer dan dat is het namelijk niet. Dat doen in een grote open wereld en geforceerd moeten slapen. Ja, want je kan kamperen. Dat is, je moet in die zin ergens ook een beetje à la The Witcher, want je moet je natuurlijk voorbereiden op een... op een battle. Daar was het misschien, lag er net iets meer bovenop, maar hier en met een monster. Met Monster Hunter hetzelfde. En ergens gek genoeg snap ik die game, omdat ik al van het begin weet dat dat een van de mechanics is. En vind ik dat niet erg, vind ik dat best leuk. En dan, maar hier, ik ben zo anders in deze game gegaan, denk ik, met een ander beeld van wat ik zou gaan spelen, dat ik inderdaad het niet heb los kunnen laten dat het iets anders is geworden. Denk je dat dit makkelijker te begrijpen is voor de mensen die het eerste deel ook al gespeeld hebben? Dat ze geen full-on RPG verwachten, maar zoals nou, ik nu deel, dat Monster Hunter in de open wereld? Ja, nou, ik heb deel 1 gespeeld. En dat is in principe zo lang terug. En de gamewereld en de game-industrie is zo erg veranderd, dat ik dit gewoon niet meer pik. Okay. Ik vind het gewoon saai, letterlijk. Ik vind het ouderwetse game design, ouderwetse game. En nogmaals, ik kan prima sommige games die me heel weinig vertellen en wat dan ook spelen. En dat, sterker nog, dat vind ik ook niet het vervelend. Dat vind ik eigenlijk juist een van de sterke dingen. Dat je zelf inderdaad uit boekjes of uit clues van mensen die iets zeggen tegen je, ja, moet opmaken wat je eigenlijk moet doen. Of zoals jij gefrustreerd hier in de lange review zei. Maar ik zat vast. En het enige wat ik hoefde te doen is dus wachten totdat het avond was. S'avonds langskomen. S'avonds langskomen. En toen zat hij niet meer vast. Dat soort dingen vind ik heel erg cool. Ja. Alleen, ik vind de gameplay loop gewoon, dan ga je de wereld in. En na 20 minuten heb ik zoiets van, oh crap, weet je, ik ben alweer een soort van, mijn party is alweer bijna dood allemaal. Als je hits neemt, dan wordt je max health steeds minder. Ja, zeker als je van bepaalde enemies zware hits, dan gaat niet alleen je health eraf, maar gaat je max health ook naar beneden. En ik ben een mage, dus je ziet hem hier. Je hebt het groene balkje, maar je hebt ook een stukje grijs. Grijs, inderdaad. En de rest is weg. En dat is dat voor ja, maar dan... Zielig geweest. Want ik ben een mage, dus ik heb geen blok, ik heb geen parry, ik heb helemaal, ja, ik heb hele ill-timed levitate, dus ik kan gliden in de lucht, maar ja, het voelt niet als een escape mechanism die werkt. Nee, inderdaad, cool. Jij hebt geen dodge, de thief heeft alleen de dodge. Ja, en jij hebt een fighter, dus je hebt een schild. Ja, en dat hebben anderen weer niet, dus het is in die zin onvergeeflijk dat jij echt een extreem eigen speelstijl heb als klasse zijnde. Het is niet zo van, oké, mijn mage die kan ook een schild dragen en die kan ook dodgen. Nee, het is echt gewoon, je wordt heel erg geforceerd. Ja, maar wat moet ik dan doen? Moet ik dan de hele tijd rond gaan rennen met mijn mage in de hoop dat want vijanden komen af en toe ook gewoon naar je toe gelopen. Mm-hmm. Moet ik dan blijven rondrennen? Dat is toch niet leuk? Nou ja, de rol van de mage is dan toch meer op de achtergrond. Buffen en levitaten. Ja, er zijn hele lijpe spels. Ik bedoel, als een mage of als een sorcerer. Je kan ook meesterspels vrij spelen als je de juiste persoon tegenkomt. Ja, in het geval van de mage en de sorcerer is het gewoon een fucking meteorietenregen die je naar beneden kan roepen. Nou, dat ziet er gruwelijk uit. Gewoon Thor. Ik heb de hele tijd lightning. Dat is super cool. Ja. Het is alleen onvergeeflijk en daardoor misschien een beetje jammer dat je niet in ieder geval even een dodge kan doen. Dat je, want als je geraakt wordt, dan ben je ook wel de Sjaak. Nou ja, daarom. En dan wordt dus, want ik hiel mezelf de hele tijd. Dat vind ik nog best leuk in die support role. Mm-hmm. Alleen, je max health wordt inderdaad minder. Dus op een gegeven moment heeft iedereen maar de helft van zijn health bar tot zijn beschikking. En daarom moet je ook even kamperen daarna. Daarom. En dan moet je dus weer gaan kamperen. Dan moet je weer geforceerd, zeg maar, 5 minuten teruglopen. Je kamp opzetten. Een cutscene bekijken van een daadwerkelijk echte stukje vlees. Wat fucking amazing is. Nou, het ziet er lekker uit, maar ik vind het heel vreemd in een game wat je nu ziet. Weet je, ik vond het in Yakuza, kan ik dat ergens nog proeven? Proeven? Grappig dat ik dat nu zie. Ja, jij hebt die filmpjes van die blote vrouwen in je hoofd. Ja, daarom. Ja, okay. Maar ik vind alsnog vind ik het heel vreemd in een game. Ja. Maar dus moet je deze... Je bent om de 20, misschien 30 minuten zit je in zo'n kamp.
Oh, ik zit om het kwartier. Ja, maar dat is toch niet, het is toch niet een leuke bezigheid in dat kamp zitten? Nou, dat is voor mij wel de essentie van avontuur. Is oké, ik wil weer fris ten strijde trekken. Dan moet ik even slapen en even een flinke T-bone steak naar binnen werken. Ja, en precies dat is ook in Monster Hunter. En op de een of andere manier is het daar snappier of wat dan ook. En kan ik daar. Omdat het daar minder open is. En het is gewoon je voorbereiding voor een missie. Dus dat hoort daarbij. Hier is het meer van, het komt op jezelf aan. Als je het niet doet, ben je eigenlijk in zekere zin wel fucked. Want je ziet hier nu, mijn health is max op 2/3. Nou, dat, op een gegeven moment ga je echt het keihard met je kop... ga je keihard je kop stoten aan die max health. Want ja, je komt gewoon tekort. Ja. Maar dit soort momenten, dus dat je kan hem letterlijk duwen. En dat beest, of die Cyclops is fucking zwaar. Dus wanneer die uit balans is, sta je daar soms ineens met z'n vieren. Want dan gaan je pawns gaan ook meedoen. Dan sta je er met z'n vieren tegen die poten aan te duwen. Ja. En je duwt die gast gewoon de afgrond in. Ja, ik vind dat geniaal. Of er staat daar een ballista. Je hebt ook hier een hele grote ballista. Nou, daar kun je dus gewoon in één keer een Griffin mee neerhalen. Ja. Zoals dat ook in de openingscène van de game gebeurt, die ik niet laat zien. Maar je kan gewoon door... Er zijn gewoon heel veel unscripted dingen die zo vet uitpakken. En zo onbedoeld cinematisch. En dat is waar ik het hardst op ben gegaan in deze game. Gewoon die combat die echt van die heroïsche momenten heeft. Ik zei dat volgens mij vorig jaar ook al over Final Fantasy 16. Van die epische gevechten, heel cinematisch. Hier is dat op een andere manier. Want hier is het niet dat de game zegt van... Oh, dit is dit gevecht en daar staat dat ding. Nee, er komt toevallig een beest aanvliegen. En die kunnen ook gewoon letterlijk die steden inkomen. Ineens een fucking troll of met elkaar, in de stad. Ja, of midden met elkaar, in de stad. Matten. Ja. Die komt gewoon door die poorten gerend en midden in die stad. En heel die stad die trekt erop uit en die begint allemaal op de beesten te mappen. Ja, ik vind het fucking gruwelijk. Dat zijn van die momenten die je gewoon niet verwacht. Ja. En die er wel gebeuren. En dat was voor mij dan ook de ster van de show. Zeker met dan een melee class als een fighter of een thief. Waarbij je echt op zijn nek krimpt en begint te steken. Als een bezetene. Ja, daartegenover staan wel gewoon dat echt wat gebreken op performance vlak ook. Ik wou net zeggen, het is op performance wise is het inderdaad zowel op de consoles, we hebben nog een Xbox en PC gespeeld, vastlopers, lage frame rates. Ja. Het is gewoon niet de performance is gewoon slecht. Ja, ik heb dan uiteindelijk wel voor mezelf, hè, de capture doet het niet helemaal hieraan, maar ik heb voor mezelf wel de balans gevonden tussen de kwaliteit en de performance. Nou, hier had ik delen 6 aanstaan. Had ik beter niet kunnen doen, want hier zie je bijvoorbeeld heel erg bij die dakjes van die tentjes. Je ziet heel erg die wolkige anti-aliasing randjes. Ja, ja, dat is echt. En bij water zie je dat al helemaal. En die game wordt daar zo fuzzy van. Dat is gewoon heel lelijk. Ja, maar die game is ook niet per se mooi. Maar wat mij verbaasde is dat als ik het uitzette, dat de performance niet heel erg dipte. En dat verraadt eigenlijk al een beetje dat deze game niet per se grafische kaart heavy is, maar echt extreem CPU heavy. Want wat gebeurt er in deze stad? Deze stad bij uitstek. Er lopen mensen rond. Oké, nogmaals, het is niet RPG-ig, dus 20. Je kan niet heel veel met die mensen. Maar die mensen die poppen letterlijk in een meter voor je neus. En schijnbaar hebben al die NPC's zo'n impact op je CPU, dat je CPU over zijn nek gaat en daardoor bij mij de game 8 keer gecrashed is in totaal. Zo. Maar ja, daardoor loopt die niet altijd even lekker. Dus heb jij een CPU in je PC zitten die onder de 12e of 11e generatie Intel processoren zit, of onder de 5000 serie van de Ryzen processoren, ja, dan wordt het al lastig. Nou ja, er zullen ongetwijfeld heel veel grafiekjes zijn en dingen over... En vast nog wat patches komen of wat dan ook. Absoluut. Over patches gesproken. Dus inderdaad, wij hebben de shit gereviewd. Of ik weet niet of we dat in deze review hebben gezegd of in de lange. Maar dat er toen de game uitkwam ineens een soort van allemaal nieuwe mechanics werden geïntroduceerd in de vorm van microtransactions. Ja, wat eigenlijk het hele idee van gaf fast travel. Ik bedoel, als je het niet koopt, dan is het nog steeds het idee hetzelfde. Maar... nu kan je dus fast travel munten en fast travel points kopen. Waarbij eigenlijk dat hele loop door deze wereld zonder fast travel. Oké, je hebt fairy stones. Een soort van heel gelimiteerde valuta waarmee je dus kan reizen. Naar een heel gelimiteerd aantal punten in de wereld. Maar ja, als je dat gewoon kan kopen. Ja, ik wil niet zeggen het is pay to win, maar het is pay to skip. Ja, het is pay to skip. En ik zou dat graag doen. Aan de andere kant, of dan mis je natuurlijk ook wat leveling en wat dan ook. Dus het is ook niet heel handig.
Maar er zitten dus in ieder geval ook wat microtransactions dingen in die ja, ten eerste ingaan tegen wat ze zelf hebben gezegd qua hoe een game vet zou ze moeten zijn. Ja. En daarna is het gewoon niet charmant. Laatste, toch wel belangrijke element van deze game, volgens mij hebben we het niet helemaal goed over gehad, is de pawns. Ja. In principe maak je jouw held, je Arisen, en je maakt jouw main pawn, dus eigenlijk je vaste sidekick die altijd met jou mee is. In mijn geval is dat Daan, de bolle beuker. Je hebt hem ongetwijfeld al gezien. Als het niet hier is, dan wel precies. In een fucking review van ACG of in de stream van Skate of waar dan ook. Ja. Waar ineens mijn grote harses in een wereldberoemde review YouTuber daar voorbij komt. Heel vet. Ik vind dat heel cool bedacht. En ik vind het ook nice werken zonder dat het al te diepgaand is. Je bouwt je party uit door ze in te huren. Je hebt jouw vaste, je main pawn heb je altijd bij me. In mijn geval is Daan is de warrior. Dus dat is echt een beetje een tanky figuur. Je hebt twee warriors. Nee, ik ben een fighter. Dus ik ben meer de DPS. En hij is meer van, oké, ik moet de aandacht op mij vestigen. En ik deel echt harde klappen uit wanneer het nodig is. Dan wil ik daar een healer bij. Dus daarom vraag ik een mage. Alleen dan kijk ik altijd even naar de skills die diegene heeft geëquipt op zijn of haar main pawn. Want die ben ik dan op dat moment aan het inhuren. Dan zijn er bepaalde healing skills. Er zijn bepaalde enchantments voor je wapens. Ook die ze je kunnen geven op dat moment. Dus ijs of elektriciteit of vuur, wat dan ook. En het is ook altijd wel lekker om er een boogschuttertje of iets bij te hebben. Zeker. Iemand die van afstand een beetje kan kutten. Ja, en vooral de vliegende vijanden neerhalen. Want als die helemaal neer zijn, dan kun je echt damage doen. Ja. En op die manier ben je dus wel echt bezig met het uitbouwen van je party door ze in te huren. Zij reageren ook op de dingen die jij doet. Als jij ergens loopt en zij hebben toevallig bij hun eigen meester, hun eigen creator, een quest meegemaakt waar ergens een kistje lag. Dan zeggen ze van, well master, I've encountered a chest on my travels beyond the rift. Zal ik het je laten zien? En dan zeg je go. En dan steekt hij zijn hand op, begint hij te zwaaien. En dan loopt hij dus daarheen waar die kist is. Of de ingang van een grot. Of als jij bij een bepaalde quest bezig bent, dat hij zegt van, ik heb dit eerder meegemaakt. Volgens mij moeten we ongeveer hier zijn. Want daar kunnen we vinden. In het geval van een specifieke quest moesten we ergens een plek waar heel veel boeken zijn. Ja, weet ik veel waar ik dat moet vinden. Is het schijnbaar in de kelder van een of ander gebouw. En die zei van kom je wel een keer tegen. Ja. Dat is leuk. Hij zegt, ik ben het tegengekomen in mijn reizen. Ben ik het tegengekomen in een andere wereld. Dus ik denk dat we daar ongeveer moeten zijn. Andersom, als jij iets doet met zo'n pawn in je team en jij encountert dat als eerst, dan zegt hij, ik ga mijn meester hierover vertellen. Ja. En op die manier is het een hele grappige dynamiek. En als je op een gegeven moment, het is geen co-op of multiplayer, maar er zit er wat van andere spelers in. Als je diegene dan weer wegstuurt, want die pawns die levelen op dat moment niet met jou mee, alleen jouw main pawn. Maar als je ze dan wegstuurt om een eentje van beter level in te huren, dan kan je ook nog even zeggen, ik laat een duimpje af achter of ik laat een hartje achter en ik geef hem een cadeau mee of een bosje bloem of een potion of een steen of iets geld of wat pak. Dan ook. Ja. Pak. Ik heb ook wel eens pak meegekregen. Ik denk dat iemand per ongeluk bij mij een helm geëquipt had, want die is die dan ook kwijt. En dan gaat hij met mij mee. Klopt. Ik die helm verkocht voor 10.000. Gaat het. Yes! Nou, er is ook heel duur in deze game. Ja. Dat is echt, alles is duur qua currency. Dat is echt een beetje waarheidsgetrouw in, als het ware. Maar goed, die pawns die maken dat die dynamiek heel grappig. En voor mij is dat gecombineerd met een vooral de gameplay binnen de combat. En bepaalde momenten in het exploreren van de wereld, in al zijn beperktheid moet ik dan wel zeggen, maakt het voor mij dat ik heel veel plezier heb gehad met deze game. Bij lange na niet kan ontkennen dat er echt zware gebreken zijn en dingen die gewoon dusdanig ouderwets aanvoelen dat ze gewoon slecht zijn. Hè? Ja. Mijn grootste voorbeeld is dan het gebrek aan stealth en dan wel een missie waarin stealth zit, maar dat gewoon heel, heel, heel raar schuurt met wat de game kan en wat de game wil. En dan komen we eigenlijk een beetje bij de hamvraag, denk ik. Kopen, budgetbak of slopen? Ik ben heel benieuwd naar jouw antwoord, want jij hebt duidelijk ook minder plezier met deze game. Ja, ik heb er geen plezier mee gehad zelfs dan. En er zitten twee coole mechanics in. De combat, wat natuurlijk de ster van de show is en ook wel echt gewoon waar de game erg om draait. En de pawn system. Maar dat
dat zijn twee gedeeltes die niet een hele game kunnen dragen. Want ik vind voornamelijk die mechanics worden geïncorporeerd in de loop. En ik vind de loop gewoon saai. Ik vind de loop niet tof. Het is niet meeslepend genoeg en wat dan ook. Dus ik heb me... Ik vond het saai en ik vond het vervelend om te spelen. Dus voor mij is het een slopen. Ja, lijp. Ja. Ja, en ik had er echt heel veel zin in. Ik wilde dat ik die game vet vond. En daarom is het ook heel jammer dat ik dat niet vind. Maar ik denk dus dat er ook heel veel mensen zijn zoals ik, die ook misschien... Ja, wat ik zeg, ik hou niet eens echt van... Ja, ik hou wel van makkelijke games, maar niet per se games die me alles aan het handje meenemen. Mm-hmm. Maar zelfs, want dat zijn nogmaals, dat zijn de toffe dingen aan deze game. Ik vind gewoon de gameplay loop niet... Ik vind hem ouderwets en saai. Is het wel weer voer voor een cultklassieker? Of is dat het... Nee. Zijn we dat punt ook al voorbij? Ja, omdat 12 jaar geleden was de game... voordoet, dan misschien dat die al... Ah ja, dit voelt als diezelfde game van 12 jaar terug. Mm-hmm. En de gamesindustrie is gewoon verder. Weet je, gaming is gewoon verder gekomen. En ik verwacht meer van games dan alleen maar toffe combat. Ja. En een grote wereld waarin geen flikker te doen is en je de hele tijd moet slapen. Ja, voor mij is het een lastige, want... Hoe weegt mijn plezier en echt dat ik glimlachend op de bank zat, vooral de grote beesten te slachten. Hoe weegt dat op tegen enerzijds de gebreken en ook nog eens het hele shitshow van de microtransactions wat na launch en dus ook na alle reviews die je tot nu toe hebt gezien naar boven kwam drijven. En dan kan ik het niet over mijn hart verkrijgen. Als ik dan zou zeggen kopen, dus dat doe ik niet. Dus dan, ik zeg budgetbak met de notitie erbij. Je gaat lol beleven, maar bereid je ook voor op de gebreken die je tegenkomt in deze game.